heerlijk van de natuur genieten, een beetje ontspannen en sporten. Daar houden jullie ook van, toch? En dat is nou precies de reden dat ik vandaag lekker ga kanoën met twee hele gezellige honden. Gezellig, hè? Hoe ben je er nou op gekomen om te gaan kanoën met je hond? Nou, 15 jaar geleden ben ik in de buitensport gaan werken. En toen dacht ik van, goh, dat kanovaren met die kinderen en met die mensen, dat kan eigenlijk ook heel leuk met een hond. Want mijn hond die moest altijd thuis blijven. Toen dacht ik van, nou, die wil ik eigenlijk mee. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met mensen samen en andere honden lekker te gaan varen. Maar dat gaat niet zomaar, want alleen je eigen hond, dat is natuurlijk heel anders dan dat je met 10 honden gaat varen. Ja, als je met meerdere honden gaat, dan zal je echt eerst moeten zorgen dat de honden elkaar allemaal in ieder geval hebben leren kennen. En dat kan lekker loslopend, als we daar de mogelijkheid toe hebben. Waar ik wel meteen aan zat te denken, ik zie de hondjes hebben tuigen om nu. Waarom hebben ze geen zwemvest? Ja, de zwemvesten vinden we heel gevaarlijk. Dat was de ervaring ook, dat als je inderdaad zeg maar een boot omslaat, dan gaat een boot heel snel naar beneden en dan komt er water in. Ja, en als je dan inderdaad een hond een zwemvest aan hebt gedaan, dan komt hij natuurlijk omhoog, want hij blijft boven, terwijl hij juist naar beneden moet zwemmen om onder die boot vandaan te komen. Dus maar dit is een tuig met een driepoot, dus hier kan die dan niet uit, lijkt het wel eigenlijk? Nee, deze tuigen, dan moeten ze echt Houdini zijn. En er zijn veel honden die komen daar wel tot in de buurt. Maar bij deze tuigen, ja, de ervaring is gewoon dat de hond hier niet uit kan komen, doordat hij op zoveel punten zeg maar, om het lijf zit. En je kan natuurlijk aan het handvat gewoon lekker weer erin tillen of eruit. Als je zeg maar, naar de andere kant van de boot wil, kan je hem optillen. Maar wat maakt het voor de hond nou zo leuk, het kanoën? Nou, in ieder geval wil de hond natuurlijk graag bij je zijn. Die vindt het gewoon heerlijk om lekker bij ons te zijn. En ten tweede kan de hond natuurlijk ook gewoon lekker af en toe het water in. En een beetje genieten van het zwemmen en een beetje rondrennen. Ja, en het blijft gewoon een feit dat de hond gewoon de rust voelt die wij voelen. En wij worden er blij van, dus wordt de hond er ook blij van. Ja, en omgekeerd natuurlijk. Heerlijk dit, ja, zeker. En als ik nou denk aan watersportactiviteiten met de hond, wat voor dingen zou je nou nog meer kunnen doen naast het kanoën? Wat een erg leuke activiteit is suppen met de hond. Dat is dat je op een soort surfplank ga je zitten of staan. De bedoeling is uiteindelijk dat je gaat staan, want het is stand-up paddling. Maar ja, hetzelfde idee, hè? Lekker op het water, lekker genieten van de rust en het water en de paddles. Ja, is helemaal leuk. Lydia, we hebben vandaag heerlijk gekanoed volgens mij, toch? Ja, klopt. Hoe vond Blue het? Nou, Blue vond het in het begin een beetje spannend. Dit is al een nieuw voor hem. En dat was even wennen met in de kano stappen en met het zitten eigenlijk in de kano. Maar eenmaal aan het varen en aan het genieten van de natuur, deed hij het eigenlijk prima. Dan leek hij het wel heel leuk te vinden. Ja. Had je dat verwacht? Want Blue is volgens mij een redelijk actief hond, of niet? Hij is heel sportief en hij wil ook wel graag eigenlijk het water in. Maar dit is een beetje afwisseling tussen het water in en in de kano zitten. En dat vindt hij prima, ja. Nou, dan gaan wij hier nog even lekker ontspannen. En Blue mag zo meteen natuurlijk nog even het water in. Wil jij nou meer weten over kanovaren? Vind je het net zo leuk als Lydia en Blue? Kijk dan even op rtl.nl/hondentv.